Anthony hier met een nieuwe video en vandaag ga ik het hebben over 10 tips om je buikspieren zichtbaarder te maken. Ik ga beginnen over 5 train- en beweegtips en daarna ga ik naar voeding, wat ook natuurlijk een belangrijke is. En daar heb ik ook 5 tips van. We beginnen bij nummer 1 en dat is train je buik vaak genoeg. Dan heb ik het over 2 tot 3 keer in de week. Want 1 keer is te weinig en je moet ze toch even kapot maken en dan komen ze terug wanneer ze herstellen. En als jij je blokken dikker maakt, dan komen ze eerder naar voren toe en dan worden ze zichtbaar. Gaan we naar nummer 2 en dat is train ze zwaar genoeg. Je hebt 6 tot 12 herhalingen een beetje nodig met een zwaar gewicht. En als jij te hoog gaat en je doet alleen maar herhalingen, dat is niet effectief genoeg. Dus zorg ervoor als jij aan gewichten kan komen, dat je de oefening uitdagender voor je maakt. En als jij nog een beetje een beginner bent, dan kan je genoeg vooruitgang maken met een beetje de basisoefeningen. Nummer 3, en dat is train grote spiergroepen. Waarom? Want als jij buik alleen maar traint, dat verbrandt weinig calorieën. Het zijn oefeningen die maar eigenlijk 1 spier vaak aanspreken. Dat is gewoon de buikspieren. En ze zijn vaak kort. Denk maar aan een sit-up. Het is een hele korte beweging en dat kost weinig energie. En als jij grote spiergroepen traint, die kosten veel meer energie. En vaak die oefeningen, die gaan ook over meerdere gewrichten, waardoor het veel meer energie kost voor jouw lichaam. En dat is belangrijk, want jij wil je vet kwijtraken. En dan heb ik het over de bovenbeenspieren en over de rugspieren. Dat zijn de 2 grootste spieren. En voor de rest ga je dan wat eerder naar de borst of de schouders. Die zijn ook nog groot. Dus dat is belangrijk. Ga dus niet alleen je hele training buik doen. Train ook de grote spiergroepen. En dan gaan we naar nummer 4. En dat is probeer nieuwe oefeningen. Als jij een training doet wat je alleen maar leuk vindt, en een training wat uiteindelijk niet meer zo uitdagend is, heb jij nieuwe oefeningen nodig die jou dus wel uitdagen en die jou een nieuwe schok geven voor jouw lijf. Dus blijf zoeken naar nieuwe oefeningen. Loop naar een instructeur toe. Heb jij misschien een leuke oefening voor dit, voor de benen, voor de rug? En dan kan die je vast wel helpen. Het is gewoon belangrijk om even wat nieuws te doen. Doe niet alleen maar wat je leuk vindt. Maak het een beetje 50-50. Doe even eerst misschien wat goed voor je is. En daarnaast wat je nou lekker vindt voelen en wat je gewoon leuk vindt om te doen. Nummer 5, en dat is cardio. Dat is heel belangrijk. Wees actief. Bewegen. Dat verbrandt veel calorieën. En ik heb 2 hele leuke voor jullie die heel erg handig zijn. Dat is HIIT. Dat staat voor High Intensity Interval Training. Wat houdt dat in? Dat je op verschillende tempo's en niveaus bijvoorbeeld gaat trainen. En dat doe je meestal voor een korte duur. Dus denk aan 5 tot maximaal 15 minuten. Lekker hard aan de bak en het verbrandt de meeste calorieën. Dus bijvoorbeeld als je gaat fietsen, ga dan de ene keer heel snel, andere keer wat slomer. En een perfect voorbeeld is ook met hardlopen en sprinten en wandelen. Je gaat bijvoorbeeld 30 seconden wandelen, dan ga je 15 seconden sprinten en een half minuut joggen. En dat herhaal je dan tot je ongeveer op de 5 tot 15 minuten zit. Dat maakt je helemaal kapot. Een goede conditie krijgen ervan en veel vet verliezen. Dan gaan we naar het tweede nog en dat is de LIT, de Low Intensity Training. En dat is gewoon op een lange duur, gewoon 1 tempo lang, dat doen. En dat kan je dan voor 60 minuten ongeveer doen, gewoon op een fiets. Het is wat saaier, maar het verbrandt ook veel. Maar de totale duur is dus veel hoger dan de van de HIIT. Zijn we bij het voeding aangekomen en het eerste waar ik het over wil hebben is over water. Als jij wakker wordt, is het heel goed voor het afvallen en het vet verliezen om dus bij het wakker worden een groot glas water meteen te drinken. Dat heeft gewoon echt bewezen om te helpen bij afvallen. En het helpt ook nog als je misschien een citroentje of een limoen erin doet. En dan heb ik het over een hoeveelheid van echt wel een halve liter. Dus probeer zo snel mogelijk veel water naar binnen te helpen. Want over de dag wil je echt wel minstens 2 liter naar binnen. En zelfs wat meer is echt niet erg. Dus zorg dat je genoeg water naar binnen haalt en vooral 's ochtends. Nummer 7, en dat is groente en fruit eten. Vooral groente, want daar zit haast geen calorieën in. En fruit zit ook niet zoveel calorieën in, maar nog wel wat suikers. Dus daar moet je iets meer mee oppassen. Maar ze zijn allebei super gezond, want er zitten gewoon veel vitamines, mineralen en antioxidanten in sommige. En dat helpt gewoon heel goed bij het stofwisseling versnellen. Dus dat is een must om in jouw voedingsdieet te hebben. Nummer 8, en dat is koolhydraten. Je hebt ze wel nodig, maar de een heeft wat minder nodig dan de ander. Want als jij dus actief bent, dus je doet veel aan krachttraining en je wandelt, je doet veel aan cardio, dan mag je best wel wat suikers naar binnen krijgen. Iemand die zit, wat veel minder. Maar het is wel belangrijk dat je de koolhydraten op de juiste tijdstip naar binnen haalt. Want je wilt zorgen dat ze gebruikt worden voor de energieën. En dat is dus
voor het trainen, een beetje tijdens het trainen en na het trainen. Dus probeer ze daar vooral naar binnen te halen. Dan kom ik bij het volgende punt en dat is nummer 9. En dat is probeer hoog eiwitrijk te eten en vooral een puur eiwitrijk ontbijt te hebben. Dus dat houdt ook in, dus niet die koolhydraten nog, tenzij je meteen daarna gaat trainen. Dus hoog in eiwit zitten en eet bijvoorbeeld eieren, kwark, 's ochtends. Dat helpt echt goed bij het vet verliezen, waardoor je dus die sixpack zichtbaar maakt. En dan gaan we naar het laatste, en dit is natuurlijk het allerbelangrijkste. Zorg dat je calorieën niet te hoog zijn. Probeer er 400 tot 500 onder je onderhoud te zitten. Dus voor de dames van gemiddelde is 2000, zorg dan ongeveer voor 1600. En de heren, 2500 calorieën is gemiddeld 2100. En dit varieert natuurlijk hoe actief je bent, je leeftijd en hoe zwaar je bent. Dus ga niet per se uit van het gemiddelde, maar berekenen. Dat waren alle 10 tips. Ik hoop dat jij je doel kan bereiken van als jij zo graag die sixpack wil om hem te behalen. Deze tips kunnen jou zeker helpen. Geef de video een duimpje omhoog als je het interessant vond. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie in de volgende keer's video.